Vorig jaar won ze nog, maar dit jaar kan Suzanne Krummenskuiker haar titel niet verdedigen. Vanwege een voetblessure heeft ze zich nu moeten afmelden voor de Zevenheuvelenloop van 19 november. Krummenskuiker twijfelde al langer. In de finale van de Diamond League in Brussel verstapte ze zich toen ze opzij wilde springen voor een loopster voor haar die viel. Door werkzaamheden is het kruispunt Groene Straat-Haterse Veldweg tijdelijk geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het weggedeelte van de Groene Straat tussen de spoorbomen en de Graafse Weg is tussen vrijdag 13 oktober en dinsdag 17 oktober niet begaanbaar. Tussen vrijdagochtend en zondagavond 10 uur wordt ook de Haterse Veldweg zelf onder handen genomen. De werkzaamheden bestaan uit het aanpassen van de fietsstroken op het kruispunt. Ook worden de middeneilanden aangepast, zodat voor fietsers meer ruimte ontstaat om het kruispunt in twee keer over te steken. Het fietspad op de Groene Straat moet hiervoor een stuk worden verlegd. Het is wettelijk verplicht om te stoppen voor iemand met een opgeheven witte stok wanneer die aangeeft dat hij wil oversteken. Toch is dat maar bij weinig mensen bekend en daarom wordt deze vrijdag een begin gemaakt aan een bewustwordingscampagne en stak burgemeester Bruls geblindeerd de straat over. Ook anderen kunnen dat deze week proberen. Nijmegen is samen met Putten, Leiden en Groningen één van de steden waar inwoners onder begeleiding geblindeerd een straat kunnen oversteken. Taalcafés worden steeds populairder. De bijeenkomsten waarbij wekelijks mensen bij elkaar komen om Nederlands te oefenen schieten als paddenstoelen uit de grond. Deze week werd in Beuningen een nieuw café gestart, zodat inwoners van Beuningen niet meer aangewezen zijn op de taalcafés in Nijmegen.